Ik kan niet ontkennen dat wie hier in het depot zit, dat zo'n mensen een beetje wereldvreemd zijn. Ja. Dag Vivi Visser. Eindelijk ontmoeten we elkaar eens een keer. Goedemiddag. Nu zijn we in de cinema en dat is ook niet voor niks. Want aanstaande maandag mogen die ook weer gaan draaien. Natuurlijk ook met alle maatregelen en beperkt publiek. Maar we beginnen wel gelijk met een première. Dat is jouw film. Ja, superleuk. Superleuk. Hij zou 29 maart in première gaan. En toen belde ik met Simon van nou misschien als jullie weer open gaan kunnen we wel een première gaan. Hij zei nou ja misschien eind juni. En op een gegeven moment belde hij en zei ik heb het bedacht. We gaan open met Tijdgravers. We gaan open met jouw film. Nou ja, dat vond ik natuurlijk helemaal te gek en een grote eer dat hij dat wilde doen. En nu gaan we dus maandag, dinsdag en woensdag, 3 dagen achter elkaar, gaat hij 9 keer draaien. Een paar besloten voorstellingen voor de mensen die allemaal mee hebben gewerkt. En alle genodigden. En een heleboel openbare voorstellingen voor het publiek dat heel Middelburg het kan zien. Ja, nou en ik ben heel benieuwd, want dat heeft ook zeer mijn interesse altijd. Hè, de archieven, de musea en het Zeeuws Genootschap. Ja. Deze documentaire gaat over het Zeeuws Genootschap. Ja. Heb je deze film gemaakt in opdracht? Of heb je dit nu? Want jij maakt ook dingen gewoon omdat je het mooi vindt om vast te leggen. Ja, klopt. Nou, ik werd gebeld door iemand die het Zeeuws Genootschap een warm hart toedraagt. En die zei van, goh, ze bestaan komend jaar, want dit is al in 2018. Komend jaar bestaan ze, 250 jaar, zit daar geen documentaire in. En ik dacht, ja, Zeeuws Genootschap, der wetenschappen. Ik weet het niet. Ik had het er niet meteen mee. En toen heb ik dat even laten liggen. En toen zei ze opnieuw van, goh, kan je er echt niet zo over nadenken of je daar geen film in ziet? Dacht, nou, ik kan toch minstens met mensen gaan praten. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb me enorm vergist gewoon. Want het was meteen zo sprankelend en zo bevlogen hoe mensen spraken. En zo, ik dacht, dat is een film. Daar zit een film in. En hoe meer ik ging praten met mensen, hoe meer ik ging schrijven. Want je moet altijd een plan schrijven om alle financiën bij elkaar te krijgen. Dat is gewoon een proces van maanden. Maar hoe meer ik dacht, dit moet gewoon doorgaan. Want ik wil het heel graag maken, want het gaat niet over saaie, dode dingen. Het gaat over het leven. Het gaat over mij, het gaat over jou, het gaat over ons, het gaat over de wereld, over onze geschiedenis. Over alles eigenlijk. Ja, het is heel belangrijk. En het grappige is, dat die film nu, die heeft hij een tijdje in de kast gelegen. En hij is alleen maar urgenter geworden. Het is nog veel meer belangrijker geworden om me te zien en te weten van, ja, dit zijn wij. Maar waar focus je in de film nou vooral op de objecten die bewaard worden en zoals de processen zeg maar, van het Zeeuws Genootschap? Of ga je vooral in op de medewerkers die er werken? En ja, ik heb me gefocust op de conservatoren. En via hen vertel ik het verhaal van die objecten. Dus heel vaak kwam ik bij een conservator aan en die zei, nou, ik heb het voorbereid. En dan kwam er een heel college. En dan zeg ik, ja, het is leuk en interessant, maar niet voor deze film. Dat kan gewoon niet. Dat wil je namelijk niet weten. Dus ik moest ontzettend graven en zoeken naar het verhaal achter die objecten en het verhaal achter die mensen en over de waarheid eigenlijk met grote woorden, maar dat is toch een beetje die daarin zit. Ja. En dat is gelukt volgens mij. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. En hoe lang duurt de film? 40 minuten. Nou, dat is ook nog heel overzichtelijk. Goed op, ja. Komt bij Omroep Zeeland. Oh, daar wordt hij uitgezonden. 14 juni wordt hij uitgezonden bij Omroep Zeeland. Dus eerst 3 dagen in de bioscoop, wat natuurlijk wel echt heel gaaf is, want het is 4K, het ziet er prachtig uit, het is echt heel mooi. Dat nieuwe scherm wordt dus ook benut. Muziek van Douwe IJzenga, ongelooflijk mooi, heeft speciaal gecomponeerd voor deze film. Nou, en het toeval wil, nu we het daarover hebben, want ik kreeg een berichtje van Douwe, dat hij ook zo blij is dat we vanaf 1 juni weer dingen kunnen, dat hij ook een paar gratis concerten in de kerk geeft. Ja, ga je erheen? Ja, ik ga heen, ik heb kaartje. En zo is alles verbonden. En kijk, we moeten het een beetje kort houden. Misschien dat je nog later nog wel eens uitgebreider over je werken zou willen vertellen, maar Tuurlijk. Ik ben toch benieuwd. Want jij bent echt wel een Middelburgse dame. Ja. En met Douwe en zo, daar ben jij dus ook allemaal wel heel betrokken bij. Jij bent een lokale dier ook. Ik hoop zoveel mogelijk lokaal te doen. Hoewel je voor film soms ook de provincie uit moet. Om mensen die met geluidsmix, dat soort dingen. Sommige mensen moet je het buiten de provincie zoeken. Maar ik zoek het altijd zoveel mogelijk. Hoop ik hier mensen te ondersteunen. Ik ben een erg lokale koper. Ja. Met alles, ja. Maar kan het met zo'n film? Want het is natuurlijk echt wel een Zeeuws onderwerp. Maar bestaat er ook nog een kans, denk je, dat het
dat de film ook nog buiten Zeeland wordt opgepikt of een ding gaat vervullen? Dat zou zomaar eens kunnen. Ik denk dat het een film is die ik werd erg gesterkt ook gisteren toen zag Simon van de bioscoop, Simon Blaas van de directeur hier en Jan van Damme van de PZC zagen hem voor het eerst. Dat is heel spannend voor mij, want dat zijn nieuwe mensen die hem zien en helemaal van buiten en van niks weten. En die waren allebei geraakt en ontroerd en die zeiden, jeetje, wat een bijzondere film is dit. En wat, dus ik dacht, ja, volgens mij kan het heel veel mensen aanspreken. Ook al is het ogenschijnlijk misschien een soort onderwerp wat niet meteen je pakt. Grijpen mensen toch bij hun lurven. Dus wie weet. Ik word alleen maar nieuwsgierig ervan, ja. dus dat is een goed teken. Dankjewel. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dit is zo groot. Ik denk dat mijn brein daar niet groot genoeg voor is om dat te bevatten. Ja, het gaat over ons allemaal. Het gaat over de essentie van het leven.